Ieder kind heeft recht op naleving van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Dat is de boodschap van minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in verband met de Internationale Kinderrechtendag. Mahogany Nede, communicatieofficier van UNICEF Suriname, zei dat deze rechten kinderen in staat stellen voor zichzelf op te komen. Het thema van het jaar is For Every Child, Every Right. Op 20 november vieren we wereldwijd de Internationale Dag van de Kinderrechten, gewijd aan de erkenning en versterking van de rechten van elk kind. Deze dag herinnert ons eraan dat kinderen recht hebben op een zorgeloze jeugd, beschermd tegen uitbuiting en geweld. Minister McAndrew meent dat kinderrechten essentieel zijn en als leidraad dienen voor waarborging van de kinderbescherming. Het ministerie van AWJ streeft daarom naar wettelijke instandhouding van de kinderrechten, omdat gebleken is dat daarover nog een obstakel bestaat bij de uitvoering. We zijn een paar maanden terug begonnen met een beleidsoverleg tussen diverse ministeries die een stukje jeugdbeleid in hun portfolio hebben. We zullen daarmee doorgaan en een van onze aandachtspunten in de komende periode zal zeker zijn de rechten die kinderen hebben en hoe we deze zo goed als mogelijk kunnen waarborgen. Mahogany Nede, communicatieofficer UNICEF Suriname, zei dat vanuit het gegeven mandaat van de Verenigde Naties het belangrijk is samen met de Surinaamse overheid en organisaties te werken aan waarborging van deze rechten. De vastgelegde rechten van kinderen vormen een essentieel fundament voor het uitstippelen van een ideaal leven voor elk kind. Het gaat erom dat we elke keer kijken naar het welstellen van jongeren en kinderen in Suriname. Maar daarnaast geven we ook noodhulpprogramma's of implementeren we ook noodhulpprogramma's. Dat is vooral bij acute momenten. Net als toen we bijvoorbeeld de overstromingen hadden in het binnenland, hebben we toen ook hulp geboden in samenwerking met NCCR en Medische Zending aan kinderen in het binnenland. Verder ook kijken we erop toe dat overheden wereldwijd zich houden aan het kinderrechtenverdrag. Ze hebben een plicht om de 5 jaar bij het kinderrechtencomité zich te verantwoorden met betrekking tot de progressie en de implementatie van de kinderrechten. Dat is ook iets waarvoor we waarborgen. We doen ook campagnes, informatieve campagnes als het gaat om kinderrechten, om het publiek, maar ook kinderen vooral, te blijven informeren over hun rechten. Nede besloot met de oproep op het centraal stellen van het kind bij alle besluitvormingsprocessen. Hierbij speelt elke schakel een belangrijke rol. We moeten de stem zijn waar zij nog niet kunnen spreken, aldus Nede.